Voor wie minder elektromagnetische straling in huis wil, is de GSM Connect Distributed Antenna System ideaal. Het apparaat zorgt zowel voor een perfecte verbinding met je mobiele telefoon als 100 keer minder straling binnenshuis. Om dat even uit te leggen, moeten we kijken naar hoe mobiele telefoons werken. Die houden contact met een zendmast in de buurt. Zendmasten hebben dan weer gerichte antennes die met gsm's in hun sector contact houden. De stralingsbundel met een sterkte van ongeveer 30 watt die vanuit de antennemast vertrekt, raakt de grond meestal zo'n 500 meter verder. Op die afstand is dat signaal bijzonder zwak geworden. Dus de intensiteit komt recht op de limiet van het detecteerbare. Het is dus in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet de mast die ons het meeste straling bezorgt, maar wel de gsm die veel dichter in de buurt ligt. Want zowel de gsm als de zendmast ontvangen en zenden een signaal uit, zelfs in standby modus. Krijg je dan een belletje, dan piekt in de eerste seconden de straling van je gsm. Je mobiele telefoon zendt dan uit met een maximale kracht van ongeveer 2 watt. In de zogenoemde handshake of een internationaal kennismakingsprotocol gebeurt onder andere de identificatie. Maar wordt ook de zendkracht bepaald waarop de mast en gsm contact zullen houden voor een ruisvrije verbinding. Wanneer het signaal voldoende sterk is, en ik kan dat onvoldoende benadrukken, wordt er een afspraak gemaakt tussen het draagbare toestel en de gsm-mast om het uitgezonden vermogen, uitgezonden door het gsm-toestel, te reduceren. In de praktijk lukt dit om gesprekken te voeren met een vermogen van 0,3-0,4 watt. Hoe moeilijker de verbinding met de mast, hoe hoger dus het zendvermogen van de gsm zal zijn. Bij wet in België is dat maximaal 2 watt. En daar knijpt nu net binnenshuis het schoentje. Om begrijpelijke redenen zijn moderne gebouwen goed geïsoleerd. Ook zit er best wel wat metaal in de muren en zelfs in de isolerende coatings van de ramen. Die coatings worden op de binnenzijde van de beglazing aangebracht. Dat is een soort metaaloxide die erop gespoten wordt en dat heeft dan ofwel de zonnewerende effect ofwel de isolerende effecten van de beglazing. Soms wordt al twee toegepast, dan hebben we 2 coatings en dan hebben we nog meer tegenhouding van straling en zo. Met andere woorden, ons geïsoleerd huis of bedrijfsgebouw pusht onze gsm tot een maximum limiet van zijn stralingsvermogen om ruisvrij contact te houden met de zendmast. En hierbij is de GSM Connect Distributed Antenna System de ideale bypass. Via een antenne op je dak houdt de GSM Connect enerzijds verbinding met de antennemast en via een netwerk van kleine antennes in huis anderzijds verbinding met je GSM. Het voordeel hiervan is dat hoge stralingen uitblijven. De stralingsintensiteit van de kleine antennes van je binnennetwerk is 10 milliwatt of 0,01 watt. Verwaarloosbaar dus. Maar door die gemakkelijke verbinding in huis heeft je gsm-connectie met zijn laagste vermogen, of 0,02 watt in plaats van de volle 2 watt. 100 keer lager dus. De gsm-connect werkt voor alle gsm's, voor alle operatoren en op alle frequenties. Wil je zelf voorzorgen nemen tegen mogelijke gevolgen van gsm-straling op lange termijn? Maar ook wel bereikbaar blijven, dan is de GSM Connect Distributed Antenna System echt iets voor jou. We helpen je graag verder.